Hallo, welkom bij 123 e-learning. En vandaag gaan we een klein beetje verder met Excel. We hebben al geleerd in de vorige les dat je met Excel dus heel wat getalletjes kan optellen en berekenen. Ben je natuurlijk nog liever vertrouwd met je oude rekenmachinetje, dan is deze les helemaal niet voor jou. Maar los van de berekeningen is het natuurlijk ook wel leuk wanneer dat Excel een beetje mooi zijn zaken presenteert. En ik geef u bovenaan al een hele kolom uitgewerkt. Gele op zijn West-Vlaam met een G of een G. Je mag kiezen, want het is letterlijk een gele, maar ook complete tabel. En daaronder staat dus nu een onafgewerkte tabel, waarvan dat ik rechts even het voorbeeld gezet heb waar ik naartoe wil gaan werken en wat ook gelijk uw opdracht is. Hoe gaan we dat oplossen? Het is allemaal al een beetje ingevuld en het eerste dat we moeten doen is een beetje opruimwerk. En dat is hier gaan we dus deze jongen Ayat aanduiden. En gaan we de Shift-toets ingedrukt houden en nemen we het laatste cijfertje. Het laatste cijfertje en daar gaan we gelijktijdig het zaakje gaan centreren. Nu zouden we graag van Ayat eventueel weten hoe dat zijn cijfers eruit zien. En dat is niet zo moeilijk. We plaatsen het onderaan zijn getallen en daar drukken we op is gelijk aan. En Excel heeft daar hier de som. En hoe kunnen we nu gaan aanduiden? We nemen zijn eerste getal gevolgd door zijn laatste getal en je drukt op enter en Excel rekent dit uit voor jou. Omdat we natuurlijk lekker lui zijn, nee, omdat we liever de computer laten werken voor ons, gaan we aan dat kleine stipje hier trekken en we trekken dit naar rechts. En gelijktijdig zijn nu alle totalen uitgerekend. Willen we dit ook nu nog gaan centreren, druk je op centreer en het staat netjes in het midden. Het ziet er al heel wat beter uit, maar het is zeker nog niet wat ik daar prachtig rechts gezet heb. Maar daar gaan we zeer snel verandering in brengen, want uiteindelijk gaan we hier linksboven aanduiden. We duiden rechts ook nog even aan met de Shift-toets ingedrukt. Ik ga naar invoegen. Ik kies hier voor tabel. Daar had Excel nog eventjes mee zeggen waar zitten ongeveer mijn gegevens. Maar kijk, je ziet aan dat bewegend stiplijntje dat hij al reeds aangeduid heeft dat hij weet waar ik naartoe wil. Voilà, en hij maakt die tabel voor mij en die lijkt denk ik al heel heel goed op de tabel ernaast. Dus dat trekt er al een beetje op. Rechts boven hier zie je wat stijlen staan waarin dat we kunnen werken. En we kiezen deze mooie tabelstijl en we zetten mooi in een kleurtje oranje. Vak wordt hier dus nu uiteraard leeggehouden en verder zie je dat alles heel mooi opgedeeld is. Kan je dan nog zaken in gaan veranderen van kleur? Natuurlijk kan je dat nog. Dus willen we hier bijvoorbeeld de kleur een klein beetje anders aanduiden, dan kunnen we hier een klein beetje dieper gaan inkleuren. En dat geeft weer wat een extra dimensie aan uw tabel. Het leuke is natuurlijk dat je hier wel kan gaan zaken gaan aanduiden. Je kunt hier bijvoorbeeld gaan selecteren, gaan sorteren. Je kunt bepaalde zaken eruit gooien, want bijvoorbeeld vak heb je daar misschien nu niet nodig. Ook de lege cellenhouder direct al uitzwieren. En dan pakt hij dat zo. Dus dat kan ook. Het hoeft niet. Hè? Dus we kunnen die filters die hierop staan, kunnen we altijd weer aanpassen. We kunnen hem zelfs laten gaan zoeken binnen die tabellen. Stel je voor dat dat zeer, zeer groot is. Maar kijk, voilà, in no time heeft Excel dit voor jou gedaan. Ik heb uiteindelijk in de cursus een fotootje geplaatst van een mevrouw uit de jaren 50 met een typmachientje. En voor deze mevrouw zou dit werkje hier al bijvoorbeeld heel snel een uurtje in beslag genomen hebben. En dat doet Excel voor jou in amper 5 minuutjes. Dus laat die computer maar werken voor jou en natuurlijk heb je weer wat bijgeleerd, en ik denk het wel. Heb je wat bijgeleerd over deze prachtige Excel? Wel, dan druk je op mijn nog veel mooier en prachtiger subscribe-knop. En dan ben ik weer heel gelukkig. En jij ook, want dan krijg je massa's nieuwe video's van mij te zien. Zo, veel succes en tot de volgende video.